Ik ben Erik Heijs, ik ben teeltcoördinator voor de vruchtgewassen binnen Bekerkamp. Wij telen hier aan de Steenenburgweg in Schavenzanden vruchtgewassen. Nou, dat zijn tomaten, aubergines, komkommers, paprika's. Hygiëne is natuurlijk bij Bekerkamp ontzettend belangrijk. Er zijn heel veel ziektes in de tuinbouw aanwezig. Door al deze hygiëneprotocollen binnen Bekerkamp zijn wij GCP gecertificeerd. En daarvan zijn we maar één van de twee plantenkwekers in Nederland. En dat heeft een grote meerwaarde naar onze klanten. Het proces van het opkweken van groenteplanten begint natuurlijk met zaaien. Dat doen wij machinaal. Onze hooggekwalificeerde medewerkers doen dat onder strikte eisen, onder goede controles. En ook weer qua hygiëne zeer schoon. Elke partij wordt tussendoor gedesinfecteerd. En daardoor kunnen wij goed materiaal maken. Na het zaaien gaan de trays de kas in, omdat het lichtkiemers zijn. En dan staan ze onder lampen in een warme temperatuur van ongeveer 23 graden. Dan gaan we naar selecteermachines. En bij de selecteermachines doet de selecteur 10.000 planten per uur selecteren. Na het selecteren gaan de planten terug de kas in. Daar worden ze opgekweekt tot aan het enten. Als ze geënt zijn, gaan de planten terug de tuin in, onder een tunnel, melkwitfolie. En daar kweken we ze op tot ze aan elkaar vergroeid zijn. En dat duurt gemiddeld 6 dagen. En de 7e dag, dan gaan ze opgepot worden in de steenwol of in de grondpotten. Met oppotten kunnen we tegenwoordig de planten stokken aan de pootband. Stokken doen we omdat de planten niet omvallen. Maar we kunnen tegenwoordig ook stokken in de tuin zelf met een lopende stokmachine. Zo staan de stokken precies zoals we willen en altijd hetzelfde. Als de planten eenmaal opgepot en in de tuin staan, ja, dan gaan onze betrokken collega's, en dat zijn de telers, die scouten. We bekijken ook de gele vangplaten, de zwarte vangplaten en de planten zelf natuurlijk. Onze planten hebben, als ze eenmaal aan het groeien zijn, gebruiken ze water. Elk gewas heeft zijn eigen wensen. We geven water, dat kunnen we doen met de regenleiding die in onze kassen hangen. Maar meestal doen we water met eppenvloed. Eppenvloed betekent gewoon dat we de potten onder water zetten, zodat de planten het water kunnen opnemen. Het water gaat terug naar onze watertechnische afdeling, naar de silo's. Wij moeten al ons water hergebruiken. En dat gebeurt ook met ontsmettingsapparaten. Je moet zo zien, we gebruiken 100% water wordt er ingezet. Er zal 95% terugkomen en 5% wordt verbruikt door de plant. Als onze planten klaar zijn en ze zijn ingepakt en ze zijn klaar om naar de klant te gaan, gaan ze in onze geconditioneerde vrachtwagens. Nou, die stellen hoge eisen, ook qua hygiëne. En in de vrachtwagens wordt bijgehouden de temperaturen. En dat zijn meestal eigen Bekerkamp vrachtwagens.